Yo mensen van Generalismo, welkom bij de tweede aflevering van Speedrun. En voor die mensen die... Wow, wat gebeurde daar? Dat was heel apart. Dat heb ik wel eens vaker meegemaakt in deze server. En ik weet nog steeds niet waarom. Maar anyway, voor de mensen die nieuw zijn op mijn kanaal, want ik heb een gast op Tease Games. Nou ja, een serie op Tease Games. En sommige mensen die komen vanaf dat kanaal naar mijn kanaal, waar ik heel erg blij mee ben. Maar voor de mensen die weten wat speedrun is. Nou, het is gewoon eigenlijk heel snel parcours doen. Gewoon heel snel. Bijvoorbeeld je pakt deze. En dan moet je zo snel mogelijk allemaal obstakels. Ja, moet je zo snel weg. Maar goed, we pakken weer even de klok erbij en we gaan naar speedrun. En wat misschien nieuw is voor jullie, nou het is niet echt nieuw. Je verdient coins met het rennen ervan. Ik heb er nu 4 op 39. En dat betekent dat ik in de shop alweer bijna, ja het duurt nog een tijdje voordat ik deze kan kopen. Maar ik heb al deze gekocht. Kijk wat er voor mijn naam staat. Nou, beginner. En die heb ik gekocht en nu ga ik sparen voor de regular of... voor de good rank, ik zie wel. En we kunnen doorgaan tot en met, even kijken, ik denk dat we tot en met de T10 kunnen. Ja, zoiets. Alleen dat duurt dan wel heel erg lang, maar dat lijkt me super episch als we dat halen, maar dan moeten we echt pro worden. En ik neem vandaag Skyworld weer eventjes, want ik heb hard geoefend de laatste tijd. Het kan zomaar zijn dat ik nu heel hard ga falen, maar oké. En ik ben nu nog steeds niet achterkomen hoe ik dat laatste stukje doe. Want ik hoefde nog maar één stukje en dan heb ik deze kant uitgespeeld. Maar dan heb je nog steeds iets van 3 banen. Wow, mooie zonsondergang, dat is wel nice. Over de gele blokken natuurlijk weer, want dan krijg je er altijd weer coins bij. En ik hoop niet dat het rennen gaat burgen, want dan hebben we weer een probleem. En dat is gewoon super vervelend. Hoppakee. Ik ben best wel blij, want ik ben gewoon blij. Ik heb morgen lekker vrij. Ik weet niet of ik deze vanavond upload. Zo ja, dan is het morgen woensdag. En heb ik lekker vrij. Daar ben ik heel erg blij mee. En ga ik proberen wat video's op te nemen. Ook samen met een vriend. En misschien krijgen we de Magic Wand nog af. Voor de mensen die niet weten wat de Magic Wand is. Nou, Best of Magic Wand heet de serie op mijn kanaal. Het is ondertussen wel een serie geworden, alleen er zit superveel werk in. En daarom duurt het gewoon een tijd voordat hij online is. En het is gewoon heel erg gekloot over de hele tijd ook om samen te werken en zo. En niet dat we een probleem meer, maar niet dat. Maar het is gewoon heel erg lastig. Maar die komt er dus binnenkort waarschijnlijk aan. Kijk, dit stukje, die snap ik dus niet. Ik ga het proberen. Basiskanaal. Nee! Ik weet het stukje dus al. Ik moet proberen zo snel mogelijk af te zetten met de spatie, want hij loopt gewoon door. Ik weet niet of jullie dat zagen, maar anders komt hier nog een stukje. Wat dus? Dan weet je het ook weer. Ik verdien niet echt fix wat geld meer, jongen. En ik heb hele koude vingers. Het is fucking koud in elkaar. En dat vind ik echt niet fijn. Dan krijg je van die open handen krijg je dan tijdens het gamen. Dat is echt niet nice. Oh. Ik heb ook trouwens echt een nieuwe muis nodig. En vooral een toetsenbord. Ik heb nou echt een waardeloos toetsenbord waar ik mee doe. Ik moet fucking veel kracht zetten voordat ik die spatiebalk een beetje binnen krijg. Dus ja, jullie horen het ook een beetje. Oh nee. Echt een hele slechte faal. En ik moet iets dichter bij de microfoon zitten. Want dat is vergeet ik heel erg. Want die microfoon die zit... Ik heb geen headset op. Ja, heb ik wel op. Alleen de microfoon is kapot. Maar die microfoon... Ik heb een studiemicrofoon. En die staat dan zeg maar op één plek. En dus die gaat ook niet mee met mezelf. Dus ik moet een beetje op een bepaalde plek blijven. Maar ja... Daarom kan het zijn dat jullie een beetje... Dus ik kan niet echt zeggen dat het slecht geluid is. Maar dat jullie me een beetje van ver af horen. Maar een studiemicrofoon is echt heel erg chill. Het is echt super goede kwaliteit. Dat is echt niet normaal. En ook gewoon super geruisloos. Daar ben ik vooral blij mee. Dat gewoon helemaal stil is. En ik zat ook te twijfelen of ik nou een headset ging kopen of een studiemicrofoon. Maar ik wou eigenlijk liever een studiemicrofoon. Want ik vond het op een of andere manier vond ik het veel cooler staan. Ik weet ook niet waarom. Maar ja,
Het geeft wel een stukje professionaliteit aan als je de kamer binnenkomt en twee beeldschermen, weet je wel, computer en een microfoon. Ja, oké, laat me zitten. Maar ik had ook ik had dus ook een headset kunnen kopen, maar dat heb ik niet gedaan, want ik vond dat gewoon niet op een of andere manier chill. Ik weet ook niet waarom. Ik ben wel van plan om weer eentje te kopen. Ik ga denk ik die gebruiken als microfoon. Ik gebruik dus deze, deze studiemicrofoon ervoor. En dat is gewoon veel fijner. En maar dan gewoon, ik zit dus aan te denken om een Logitech. Ik weet niet meer uit mijn hoofd wat die is, maar hij is in ieder geval heel chill. En Oké, daar komt hij jongens. Daar komt hij. Trommelgeluid. Als dat er is. Kan iemand dat regelen? Ik weet niet. Yes! Jongens, we get it. We hebben het gehaald. In 93 seconden. Hoe kunnen hun dit in zo'n snelle tijd halen? Oh, mensen, kinderen. Hoe kan dat? Wij gaan het echt op een dag, jongen, gaan we het verbreken. En weet je hoe vaag? Echt serieus, waar komt mijn naam er niet te staan? Want ik ben toch tweede dan geworden. Er staat alleen maar Daniel Dabroos. Oh, jongen, dit is echt de beste video ooit. Yes! We gaan nu de andere weg proberen, even heel snel. En, kijken of het of deze weg loopt. Want deze ben ik nog echt gewoon heel erg gefaald in. Zie je, daar ben ik dus totaal niet goed in. Maar mensen, dat gaan we de volgende keer doen. Dan gaan we die doen, die baan of die. Dat mogen jullie kiezen. Zet dat even in de reacties. En we hebben het fucking gehaald. Ja, we hebben gewoon fucking het einde gehaald. Nice. Nu moeten we nog iets van vier andere banen proberen. En dan de Nether. En hopelijk OVU. En hopelijk gaat een beetje. Hopelijk gaat ook binnenkort andere poorten open. Nu doet alleen deze en die het doen. Doet het. Deze is trouwens gewoon terug. Maar die moet het nog gaan doen. Die moet het nog gaan doen. Die moet het nog gaan doen. En die. En dan hebben we gewoon weer fucking vette maps erbij. Dus jongens van de Titanium server, regel het alsjeblieft. Dan komen wij het record verbreken. Ja. Nee, geintje. Maar vond je het nou een leuke video? Druk hem even op het groene duimpje. En tot de volgende video. Later.